Ook Breda herdenkt het feit dat het een jaar geleden bevrijd werd, en wel door de 1e Poolse Panzerdivisie. Op het terrein van de Koninklijke Militaire Academie wordt een plechtige mis gecelebreerd waarbij de Poolse troepen die destijds de stad bevrijden tegenwoordig zijn. Voor mij is mijn vader een held, ja. Een hele grote held. Ja, hele grote held. Ja, mijn vader was oudstrijder van de Poolse 1e Panzerdivisie. En hij heeft een aantal, bij organisaties was hij aanwezig, hij heeft ook geholpen. En op een gegeven moment heeft hij mij gevraagd van ja, ik ben te oud, wil jij de taak van mij overnemen? Nou, dat heb ik gedaan. Hij zou zeer ontroerd zijn geweest en ik weet zeker dat hij heel blij is dat wij dit soort dingen organiseren en ter nagedachtenis niet alleen van hem, maar ook van alle andere Polen die gevallen zijn. Gisteravond ben ik thuisgekomen van een bedevaartreis naar Polen. Voor de reis naar Polen kende ik enkele Poolse woorden. Raz, dwa, drzwi. Die heb ik geleerd van mijn vader. Want hij heeft ze geleerd van de Poolse militairen, 70 jaar geleden, die bij mijn grootvader ingekwartierd waren. Na de reis naar Polen heb ik een paar nieuwe woorden geleerd. En het voornaamste woord is dziękuję. Dank u wel. Ik ben secretaris van een Poolse parochie in de bisdom Breda. En ik ben katholiek. Wij willen de jonge, de nieuwe Polen bijbetrekken aan het herdenkingen. De kinderen laten weten wat hun voorouders gedaan hebben in Breda. 70 jaar geleden hebben hier in Breda en omstreken Poolse militairen hun leven gegeven. Zodat wij nu in vrede kunnen leven. En vandaag zeggen wij aan God en aan de Poolse militairen... Dziękuję. De Polen zijn heel snel eigenlijk in Breda'se en omgeving opgenomen, alsof ze er thuis hoorden. Ook mijn vader kon niet terug naar Polen toe. Dus uiteindelijk zijn ze in Nederland gebleven. Ook omdat mijn vader een Brabantse meisje had ontmoet. En ik kan me voorstellen dat... Dat de vrouwen in Brabant ja, dol verliefd waren op ze, want het waren hele mooie mannen. En mijn vader zeker. Ja. Heel indrukwekkend, heel emotioneel. Sowieso dat er zoveel aandacht vanuit Polen hierbij betrokken is. Mijn vader was heel erg katholiek. Mijn vader ging altijd naar de Poolse kerk. En dit voel ik. Is goed. Mooi. Het verleden wordt steeds meer. Opgehaald en gaat me steeds meer doen. Er zijn ook de puzzelstukjes van mijn vader. Kom weer bij elkaar. Ik kan er soms moeilijk over praten. Ja, je beseft nou meer wat de mensen hebben moeten meemaken. Een paar broers ook in een concentratiekamp omgebracht en zo. Moeder dood en dan... Niet meer terug kunnen gaan naar Polen. We eren de Poolse soldaten die gevallen zijn in de strijd voor onze vrijheid. En we mogen nooit vergeten welke offers deze Poolse mannen die hier begraven liggen hebben gebracht. En daarom zeg ik hier oprecht en namens heel Breda, daarvoor danken wij de Polen. En zullen wij niet vergeten. Dziękuję wam Polacy. De mensen zijn niet vergeten.